ex-speler van VK Weerde, hoe voelt het voor u om hier te zijn? Ja, voor mij betekent dat nog altijd iets. Hè. We hebben hier toch een aantal seizoenen gespeeld in de jaren 80, onder leiding al toen van spelertrainer Erwin Kaluwe. Toen was het op een andere locatie, dus ik moest even zoeken, niet dat ik het hier gevonden had, want ik wist niet waar het terrein lag. Maar dit is natuurlijk een schitterende accommodatie en we komen altijd graag spelen bij ploegen die ons uitnodigen. Voor ons is dat gewoon een match als een ander, maar ja, dat toen natuurlijk voor mij persoonlijk wel iets dat je hier eens terug mocht komen en wat mensen kent, absoluut. En wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Ja, winnen, hè. Nee, vooral bij ons komt het erop aan om een sportieve wedstrijd te hebben, dat we genieten allemaal samen. En vooral na de match gezellig samen zijn aan de toog, dat is een veteranenvoetbal. We beginnen altijd met een 0-0 stand, dus ik denk dat dat het enige is waar we kunnen op afgaan. Maar zolang als die mannen niet met hun strafste ploeg hier zijn, denk ik dat we een kans maken. Tot zover. En Werner, hoe vond u de match? Teleurstellend, hè. Een gelijkspel hier is niet genoeg voor ons, dus spijtig, maar oké, die gasten hebben hun best gedaan. Maar goed, hebben we ervan genoten, het zonnetje schijnt en ik ga geen pint minder drinken. Ja, een heel rustige match, weinig kansen en ja, andere ploeg was iets beter, maar wij hebben beter afgewerkt. Gelijkstand, u bent tevreden? Ja, daar ben ik tevreden mee.